Hey, wat leuk dat je kijkt naar vlog 24, waar we terechtgekomen zijn bij het Henschotenmeer. Het is vrijdagochtend, 9:30. Ik heb net op de teller gezien dat het nog 9 graden is, maar het zonnetje komt erdoor, wordt snel warmer. En we gaan zo meteen hier met de UHTT de plas in voor een openwaterclinic onder leiding van Jacomina Eikelboom. Kijk maar even mee. Je rent het water in en je wil zo lang mogelijk blijven rennen, want dat gaat best wel snel. Ga je dan meteen zwemmen? Nee, dan kun je nog dolfijnen. Dolfijnen maak je stiekem heel veel meters mee. Ja? Ja. Goed, Jacomina, je hebt ons net de open waterclinic gegeven. Laten we even beginnen bij het begin. In hoeverre is open water zwemmen nou anders dan zwemmen in een zwembad? Open water kan donker zijn, kan licht zijn, je kan de grond wel zien, niet zien. Waar moet je heen? Je moet oriënteren. Veel meer factoren die opeens een rol spelen waar je helemaal niet over nadenkt. En die energiekosten, en dat is natuurlijk de sport om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ja, ja. Van hoe ga je daarmee om en hoe pak je het aan en wat zijn de tips en tricks bij? Nou, laten we eens even doorlopen. We begonnen met starten op het land. Wat is daar het eerste waar je op moet letten? Starten op het land is, je rent het water in en je wil zo lang mogelijk blijven rennen, want dat gaat best wel snel. Maar gaat op een gegeven moment energie kosten. Dus wat doe je dan? Ga je dan meteen zwemmen? Nee, dan kun je nog dolfijnen. Dus hebben we vandaag dolfijnen geleerd. Een aantal dolfijnsprongen als het ware. Ja. En pas daarna ga je zwemmen, waar je nog steeds nog even op harde doorzwemt. Om uit de chaos, uit de drukte te komen voordat je echt in je flow komt om je afstand terug te gaan zwemmen. Ja. Ja, en je zegt bij het rennen, je liet ons op zoek gaan naar de streep, zo ver mogelijk waar je met weinig kracht kan rennen. Ja, inderdaad. En bij dolfijnen ontdekten we goed je benen optrekken om een goede afzet te maken. Ja, en het dolfijnen hoeft niet heel elegant, maar juist zo ver mogelijk. Zoveel mogelijk meters per pakken. Dolfijn te pakken. En als je nou straks een keer in een wedstrijd zit waar je een beetje kan kiezen. Als je dicht bij de kant blijft, dan blijft het lang ondiep. Als het wat dieper wordt, moet je zwemmen. Wat heeft dan jouw voorkeur? Dolfijnen maak je stiekem heel veel meters per. Ja? Dus eigenlijk zo lang mogelijk dat blijven doen. Ja, dat is net wel even wat efficiënter dan het zwemmen. Nou, daarna gingen we oefenen met oriënteren. Wat is daar een belangrijke tip? Oriënteren is, je wil gaan kijken op het moment dat het ook goed uitkomt in je slag. En dat is eigenlijk kijken en daarna meteen je ademhaling, die inademing doen. Dus dat is eigenlijk, je wil je flow van je zwembeweging weer vasthouden. Dus als je gaat kijken, kijk en dan meteen je inademen en weer een paar slagen door. Ik kan hem even een beetje voordoen. Ja, doe het. En aan het zwemmen, kijk voor me en adem in. Zwemmen, kijk voor me, adem in. En dan pak je dus wat we hier ook deden, je pakt een punt ergens op de oever en daar ga je dan naartoe. Ver voor je uitkijken en daarop oriënteren. En we hebben ook meteen even geoefend dat oriënteren echt wel nodig is. Door zo'n 75 meter zonder oriënteren te zwemmen. En te zien hoe scheef je uitkomt. Ja, valt niet mee. Een derde onderdeel was fysiek contact, want dat is natuurlijk triathlon specifiek. Ja. Wat heb je ons daar willen leren? Wat hebben we daar geoefend? Uiteindelijk, je komt er niet aan, iemand zwemt wel eens tegen je aan of zwemt per ongeluk over je heen of pakt je beet bij je schouder. Het kan gebeuren. Het kan moet willen gebeuren, maar ook per ongeluk. En daardoor hebben we het ook iets minder in het extreme getrokken door elkaar ook aan de benen te trekken, aan de schouderbeet te pakken. En uiteindelijk ook met z'n allen over elkaar, door elkaar heen. Je wil uiteindelijk comfortabel zijn, omgaan met omstandigheden en daarna toch gewoon rustig door kunnen blijven zwemmen. Ja, precies. Dus dat zelfs als je in die wasmachine dat je overkomt, dat vertrouwd voelt. Vet. En nu zwaaien! Ja! Dankjewel en tot de 18e, hè? Klimmen 2. Ja, zeker. Top.